Hi, Guido Fox hier. Welkom bij een nieuwe boekbespreking. Vandaag het hele dikke boek van Ken Wilber. The Spirit of Evolution, Sex, Ecology en Spirituality. En meestal als ik seks in de titel heb staan, dan worden mijn boekreports maal 50 wel bekeken. En dat komt natuurlijk helaas dat seks sales, seks attract. En mensen zijn heel erg nieuwsgierig naar seks. En hoe triest het ook is, er zit ook een bepaalde suppression, repression in. Dat mensen in een geciviliseerde samenleving tekort komen aan seks. We leven veel buiten de natuurlijke grenzen. Nature is suppressed, repressed. En we leven allemaal in een monogaam geconditioneerd systeem. Waarin het gewoon niet gangbaar is dat je ook met andere mensen mag vrijen. Als je een relatie met iemand hebt. Dus seks is repressed. En we moeten allemaal stiekem vreemd gaan om onze behoeftes te vervullen. En daarom kijken vaak mensen naar video's over seks of porno of gaan naar prostituees. Dus seks in de titel wordt vaak meer verkocht. En ik denk dat Ken Wilber zo ook dacht. En daarom heeft hij ook maar gewoon seks in de titel neergezet. Want daardoor verkochten zijn boeken waarschijnlijk meer dan als hij deze term niet had opgenomen in de titulatuur. Maar er wordt heel weinig gesproken over seks in het boek. Eigenlijk nihil. Bijna niets. Dus dat viel ontzettend op toen ik dit boek las. Ik dacht van nou, het gaat wel in over seks of over de capaciteiten van de man of van de vrouw of hoe je het moet doen of een stuk tantra. Maar helaas, dat kwam er heel weinig in voor. En ook ecology kwam weinig ter sprake. Wederom een heel dik boek, 550 pagina. En dat is niet altijd gegarandeerd, is niet altijd succesvol. Omdat hoe meer men schrijft, hoe meer men niet beknopt schrijft. En dat lees je ook wel. De boeken van Osho zijn vaak kort en krachtig en kernachtig. En dit is weer een heel uitgebreid verhaal. En weinig to the point geschreven. Dus hoe meer bladzijden, hoe meer leegheid soms in de boeken die ik toch tegenkom. En ik heb er al aardig wat gelezen. 125, 126 boeken. En dit boek heb ik voor jullie wel gelezen en heb ik ook de kern eruit gehaald. En er staan zeer interessante dingen in wat betreft de spiritualiteit en de spirit of evolution. En daar gaat het ook wel om, hoe hoger in je spiritualiteit, hoe hoger je zit in je evolutie. En loop je in wezen de tijd vooruit. Jezus liep zijn tijd vooruit, 20 jaar geleden, 2021 jaar geleden en Boeddha 2000 jaar ervoor, die liepen voor hun tijd vooruit, voor de mensheid vooruit. De echte mensen, de mystici, die leven of die leefden hun mensheid echt vooruit. Niet de rationalisten of de wetenschappers of de mensen die zich bezighielden met politieke structuren of analyses van de maatschappij. Nee, het waren de mystici die echt hun tijd vooruit liepen. En zo ook Jezus, Boeddha, Osho, Ramana Maharshi, Socrates, Plato, Plotinus. En daar gaan we het allemaal over hebben, over die kopfiguren die hun tijd vooruit waren. En daarom werd Socrates ook gepoisoned, vergif, want hij liep voor zijn tijd vooruit en dat kon de massa niet hebben. De massa kon dat niet hebben. Die dacht van wie is deze madman? En we gaan hem met vergif gaan we hem bespuiten. En daardoor is hij er niet meer. En dat is ook wel teneur
van vele mystici die geleefd hebben. Dat ze zich buitengesloten voelden. Dat ze op een gegeven moment maar communes gingen stichten om zich buiten de samenleving neer te strijken. Omdat ze gewoon geen aansluiting meer vonden met de samenleving. Ook geen aansluiting meer vonden met de mensen om hen heen. En daardoor ga je afzonderen. En dat is jammer. Dus hè, je zag dat, dat Boeddha en Osho, die gingen hun eigen commune stichten. En eigenlijk Jezus, die bleef nog wel onder de mensheid. Maar ook daar gaan verhalen dat hij niet gestorven is aan het kruis. Want niemand kan sterven binnen 3 dagen aan het kruis. Dat is onmogelijk voor zo'n jonge man van 33. En dat hij uiteindelijk ook maar naar Kashmir is gegaan. En daar zijn leven heeft voortgezet. En dat hij maar zijn mond heeft gehouden. En zich niet meer ging bemoeien met maatschappelijke thema's. En dacht van, ik start mijn eigen commune ergens in Kashmir. Ook waar Mozes waarschijnlijk na zijn tocht in Egypte heen is gegaan. En daar is neergestreken. Dus je ziet een beweging dat mystici voor hun tijd waren. De spirit van evolution, dat ze verder waren dan de mass conditioning. En dat dat leidt tot een afzonderingspositie in de samenleving. Tot dusver een grote introductie op het werk van Ken Wilber. Pagina 11. Pagina 11 beschrijft Ken Wilber onder leiding van Plotinus. En Plotinus was een van de meest gerespecteerde wetenschappers, mystici, tussen Descartes en Aristoteles in. Dus dat is een belangrijke figuur en wordt eigenlijk te weinig aangehaald in de literatuur. Dus Plotinus, een belangrijk persoon, en die heeft het over profound spiritual penetration. Hè? Osho noemt ook het woord penetratie en vaak wordt seks, we gaan het wel een beetje hebben over seks. Seks en spiritualiteit is hevig met elkaar verbonden, maar je kan je laten penetreren door spirituele energie. En waarom is dat nou zo? Omdat vaak mannen zijn goeroes. Mannen kunnen zich makkelijker afzonderen van familie. Vrouwen zitten vaak nog in groepjes, hè? Dus mannen kunnen vaker hoger spiritueel komen dan vrouwen, helaas, het is zo, kunnen daardoor in staat zijn om hoge masculine energie te ontwikkelen en de vrouw in de ontvankelijke pool te laten komen en daardoor kan de vrouw zich laten penetreren met spirituele energie. En dat leidt volgens Plotinus tot timelessness movement of the soul. En daar wil ik met jullie wat dieper op ingaan, over timelessness. En je hebt het wel vaker meegemaakt, dat je het heel erg naar je zin had op een bepaalde dag. En dat je dacht van, wauw, deze dag is zo snel voorbij gegaan. En dat betekent dat je heel erg leuk hebt. Dat je het heel erg naar je zin hebt gehad. En je hebt ook wel eens van die dagen dat je denkt van, jeetje mina, wat gaat de tijd toch traag. En wat ik merk is dat als je ongelukkig bent, als je het niet naar je zin hebt, dan gaat de tijd zo ontzettend traag. Als je het heel erg naar je zin hebt in je leven, dan lijkt de tijd niet stil te staan en gaat het maar door en door en door en lijkt het of je in een droom zit. En de afgelopen 3 jaar is bij mij een soort droom geweest. De tijd vliegt voorbij en dat is een positief teken. Als de tijd voorbij vliegt, dan heb je het naar je zin. Dan gaat het goed met jou. En als het goed met jou gaat, dan gaat het ook goed met je spirituele levels. Hoe hoger spiritueel, hoe meer gelukkig je bent, hoe meer je die timelessness movement of the soul van Plotinus in jezelf kan vinden. En dan
ben je het meest gelukkig. Dus hoe meer verbondenheid met de warmte en extatischheid van jouw innerlijke lijn, van jouw chakra's, hoe meer timelessness, hoe meer gelukzaligheid, hoe meer je buiten tijd gaat leven. Ook buiten ruimte, daar wil ik het later nog wel een keer met jullie over hebben. Buiten tijd en space, beyond time and space, maar eerst buiten tijd. De tijd gaat zo ontzettend snel. Je gaat buiten tijd leven. Als ik eventjes een boekreport doe, of ik sport, of ik rij op de scooter, en denk van jeetje, het is alweer 4 uur later. Je gaat ook minder naar de tijd leven. Je gaat ook minder op de tijd letten. Je bent buiten tijd. De tijd vliegt voorbij. Dus hoe hoger spiritueel, hoe meer gelukzaligheid, hoe meer timelessness, movement of the soul, waar Plotinus het over had in zijn tekst. Dus high spiritual is high timeless movement of the soul. Op bladzijde 212. Spirit is non-rational. De soul kan je niet vangen met je verstand. Je kan het niet beargumenteren. Je kan het niet rationaliseren. Je kan het niet dogmatiseren. Je kan het niet in regels vatten. De intellect is blind voor de soul. Jouw intellect, jouw geest kan jouw ziel niet vatten. Je kan het niet doorhebben. Je kan het niet zien op pagina 289. Je gaat beyond reason, voorbij rationaliteit, voorbij ego-rationaliteit. Je kunt de ziel, de soul line, God lines, de line of Dhammapada, de line of Buddha, kan je niet vatten met je rationaliteit. Onmogelijk. En dan kan je doorgaan, doorstijgen in consciousness evolution. Als je dat kan loslaten, als je je geest kan loslaten, als je je rationaliteit kan loslaten, als je je blindheid opgeeft. Als je het allemaal loslaat, die geest waaraan wij verslaafd zijn, waar wij verslaafd aan denken. We zijn volgepropt met kennis in ons systeem. We zijn volgepropt met beelden. We zijn volgepropt met informatie. Wij vinden geen ruimte meer in onze geest. Wij vinden geen ruimte meer in ons systeem om iets te laten groeien. Om iets van binnen te laten ontspruiten. Om de blindheid weg te vagen. Daardoor kunnen we niet stijgen in onze evolutie. Daardoor stokt ons spiritueel welzijn. Daardoor stokt ons progress. Daardoor stokt onze evolutie. En daardoor stokt onze seksuele vermogens. Daardoor stokt onze ecologisch proces. Daardoor stokt onze spiritualiteit. Alles is met elkaar verbonden. Ons rationaal systeem is blind. Ons rationeel systeem is blind. Ons geest is een overlevingsmechanisme. En we zullen ons overlevingsmechanisme achter ons moeten laten om verder te kunnen groeien in consciousness evolution. Ramana Maharshi op pagina 310 had het ook over formless awareness. Het is niet te vatten in een vorm. Het is formless. Het is niet vorm. Het is een no-form. Je kunt spiritualiteit en spirituele groei niet vatten in een vorm. Niet in enige dogmatiek. Niet in enige gevangenis. Niet een enige verbale afbakening.
Het is puur Christ consciousness. Het is puur awareness. Het is puur leegheid. En in die leegheid kan je vol raken. Dus eerst leeg raken van karma conditioning. En dan vollopen met dharma conditioning. Met warmte, met liefde, met volheid, met stroom. Met spirituele warmte. Dus eerst leeg worden van oude conditioneringen. Van oude society opgelegde conditioneringen. Die je hebt opgezogen als kind, als jongvolwassene. En daarna opgeven. Opgeven, loslaten en vol laten stromen met spirituele energie. Pagina 310 van dit mooie uitgebreid boekwerk. The world is illusionary. Je denkt dat je leeft in de wereld, maar je leeft op een andere trillingsfrequentie dan je werkelijk zou moeten doorgroeien. The world is illusionary. Je leeft in een illusie. Je leeft nog in leegheid. Je leeft nog in onvolmaaktheid. Brahman alone is real. God is eigenlijk alleen de realiteit. God line is de lijn of Buddha. De lijn van Osho. De chakra lijn. De warmte is jouw enige realiteit. Dan ga je de wereld anders zien. Dan ga je de wereld anders waarnemen. Jij leeft nog in een slavenmoraal. Jij bent nog slaaf van het systeem. Je bent nog slaaf van de conditioneringen die de society heeft bijgebracht. Die je ouders hebben bijgebracht. Die je ouders hebben nooit gezorgd dat jij verlicht werd. Jouw schoolsystemen hebben nooit enige meditatie bijgebracht. Dus jouw werkelijke lijn heb jij nog nooit ontdekt. Dus jouw formless awareness is er nog niet. Van Ramana Maharshi, Sri Ramana Maharshi, zo ook noemt. Plato noemde het een otherworld Linus op pagina 334. Het is een andere wereld. Otherworld Linus. Je stapt van de aardsheid naar het non-aardse. Van de aardsheid naar het otherworld Linus, ook Plato noemde het een lijn, een innerlijke lijn. Je stapt over naar het eeuwige, naar een andere wereld waarin je de realiteit anders aanschouwt. En Socrates noemde het ontwikkelen van een higher self-identity, naar volmaaktheid waar elke dissolutie, en fragmentatie wordt opgeheven. En die is interessant, die fragmentatie. Die fragmentatie van jouw rationaliteit. Waar al die minds van andere mensen, van andere kennis die in jou zitten, wordt opgeheven. Die al jouw verschillende minds, al dat gefragmenteerde denken, al dat hokjesdenken wordt opgeheven en wordt samengevoegd, wordt onion, noemt Ken Wilber dat ook wel. Onion wordt spiritual onion, eenness, oneness. Dus al jouw fragmentatie en het gevoel van afgesnedenheid. Het gevoel van afgesnedenheid van jezelf, van je geest met je lichaam, wordt opgeheven, wordt één gemaakt met de lijn in jezelf. Met de chakra lijn in jezelf, met je spiritual oneness. Socrates noemde het dissolution, anti-dissolution, anti-fragmentation, to go to a higher self-identity. Plato, Socrates, Plotinus, allemaal zelfde lijn, allemaal spirit of evolution, allemaal hoger in de evolutie van de mensheid. We gaan terug, pagina 47, naar pre-conventional, voor de moraliteit. Moraliteit is culture,
is cultuur. We gaan met awareness, puur awareness, gaan we dichter bij de natuur staan. Terug naar de natuurmens van Rousseau. Terug naar Rousseau. Voor de natuur. Dicht bij de natuur. Loskomen van cultuur en conventies. Loskomen van civilisatie. Op het moment dat je aware bent, doe je bijna niets fout. Kan je niets fout doen. Al het ongeluk, al het leed, al het conflict, alle verkeersruzies. Alle het geweld. Al het pesten. Al het ongeluk wat men elkaar aandoet, komt voort uit non-awareness. Komt niet voort uit consciousness. Op het moment dat je aware bent, dat je bewust bent, ben je in staat om 90% van je activiteiten goed te doen. Er is een kans, een hele lage kans, dat je iemand geweld aandoet als je aware bent. Er is een veel grotere kans dat je iemand geweld aandoet of pijn doet als je dronken bent. Als je niet aware bent, als je onbewust bent, als je onder invloed bent. Dus op het moment dat je consciousness high is, heb je geen moraliteit meer nodig. Zijn er geen regels meer nodig? Zijn er geen instituties meer nodig? Is er geen dogmatisch handelen meer nodig? En als er geen dogmatisch handelen meer nodig is, zijn er geen instituties meer nodig? Zijn er geen machtsorganen meer nodig? Is er geen politiek meer nodig die ons hoeft te controleren? Is er geen politie meer nodig? En dan worden we pas werkelijk vrije mensen. En worden we pas echt volwassen. Zijn we geen individuen meer die moeten worden opgevoed? Zijn we geen kleine kinderen meer? Dan worden we pas echt volwassen. Dan creëren we inderdaad, zoals Socrates zegt, een higher self-identity. En laten we ons niet meer controleren. En worden we oncontroleerbaar. En worden we vrij. Worden we vrije mensen. Pre-conventional. Voor de conventies. Spiritualiteit is een terugkeer naar de natuurstaat. Naar jouw werkelijke staat. Zonder dogmatiek, zonder opgelegde regels. Vanuit vrijheid handelen. Vanuit consciousness handelen. En dan stappen we inderdaad naar other world lines. Naar een andere wereld. Naar een nieuwe wereld. Die veel mooier is dan de oude wereld. Bedankt voor het kijken naar deze boekbespreking en tot de volgende keer. Hai hai!